Ruben en Rutje, wie zijn ze? Nou, Ruben en Rutje zijn twee knuffelpopjes. En wanneer de agenten ter plekke komen van een verkeersongeval en zij zien dat daar kinderen en jongeren bij betrokken zijn, gekwetst of als getuigen, dan gaan ze die popjes aan die kinderen geven als een, ja, als een vorm van troost. Nu hebben wij echter de tools gekregen om door te dringen in de wereld van die kinderen. Als je eventjes tijd neemt voor hen en je gaat een beetje door de knieën, je kijkt in hun ogen en overhandigt die poppetjes, dan ziet je zo verwondering in hun ogen. Zo van, die mannen besteden ook aandacht aan ons. Ze vergeten dat trauma voor een moment. Ze krijgen die poppetjes en ze zijn daarmee bezig. Politiemensen komen heel dikwijls als eerste ter plaatse bij een verkeersongeval en worden dus als eerste ook geconfronteerd met alle mogelijke gevolgen. Ze hebben een tal van opdrachten die ze gelijktijdig moeten gaan uitvoeren. Het verkeer moet veiliggesteld worden. Er zijn slachtoffers waar uiteraard de nodige aandacht moet aan besteed worden. Wanneer het jeugdige slachtoffers zijn of wanneer de ouders erbij betrokken zijn, maar kinderen zijn aanwezig, is dat voor onze mensen nog eens een moeilijker opdracht of een moeilijker gegeven. We zijn dan ook met heel veel plezier ingestapt in het Zebra-project, omdat we op die manier naar die specifieke doelgroep zijnde de kinderen toch een nog betere dienstverlening kunnen garanderen. Ik heb weet van een meisje die de week na het ongeval dat poppetje dus niet meer wilde loslaten. Dat was echt een middel om dat trauma te verwerken. Ze nam dat mee naar school, ze nam dat mee om te gaan slapen. Dus het nut van die poppetjes is voor mij duidelijk. Zowel voor de kinderen zelf in de eerste plaats, voor de ouders en ook voor ons, omdat we efficiënter kunnen werken. Zich troosten op deze manier en op een heel gemakkelijke manier die kinderen, leiden ze ook af van het ongeval. En het is nu net die eerste goede opvang die zo belangrijk is voor die kinderen om dan op langere termijn dat ongeval te verwerken. Een simpel hulpmiddel als Ruben en Rutje kan dus een wezenlijk verschil uitmaken op de plaats van een ongeval. Hou het intussen veilig op de weg en tot de volgende. Kijk uit.